Een kijkje achter de schermen bij het maken van een weerfoto. En vanochtend waren de omstandigheden ook weer ideaal om die mooie zonsopkomst vast te leggen. Een warme gloed als een voorbode voor weer een warme dag. En daardoor moesten er ook weer bruggen gekoeld worden. Er is hier geen bui over getrokken, maar dat koude water zorgt ervoor dat delen van de bruggen niet al te ver uitzetten. En dat de brug daardoor ook niet beschadigd raakt. Want neerslag zit er voorlopig nog steeds niet aan te komen. We hebben ook nauwelijks met bewolking te maken. Op het satellietbeeld is Nederland dan ook goed zichtbaar. De gebieden met bewolking en buien bevinden zich ver bij ons land vandaan. En daar komt voorlopig ook weinig tot geen verandering in. In de middag komen er wat stapelwolken tot ontwikkeling, maar dat is ook eigenlijk de enige vorm van bewolking die wij gaan zien aan de hemel. Vanavond zijn er hier en daar nog wat stapelwolken zichtbaar, maar die lossen ook op met het vallen van de avond. De wind is wel gedraaid naar het noordoosten en vooral in de kustgebieden komt er ook een vrij krachtige wind te staan met windkracht 5. Daar zal het ook merkbaar wat afkoelen richting 20 graden, terwijl in het midden en zuiden van het land is het nog een vrij warme zomeravond met 24 of 25 graden. Nou, vannacht dan zijn die stapelwolken helemaal verdwenen. Er is ook vrijwel geen sluierbewolking zichtbaar. Dus kraakheldere omstandigheden in vrijwel heel het land. 12 graden in het noordoosten, aan zee een stukje milder met zo'n 16 graden en tijdelijk ook even iets minder wind. Morgen vooral in de ochtend zonovergoten weer. In de middag in het oosten en midden van het land vorming van wat kleine stapelwolken. Die groeien niet uit tot buien. Zal nog steeds veel blauwe lucht zichtbaar zijn. En in de kustregio daar komen wat minder stapelwolken voor en is het zonovergoten. Temperatuur nog steeds zomers met 25 tot 28 graden. Op de Waddeneilanden klein stukje kouder, daar zo'n 22 tot 24 graden. Met nog steeds die wind uit het oosten tot noordoosten. Nou, die noordoostenwind zorgt er de komende dagen ook voor dat de temperatuur eventjes wat afvlakt. Dat we niet meer bij die 30 graden in de buurt komen. Maar tijdens het weekend wordt er toch wel weer een licht stijgende trend van de temperatuur zichtbaar. En op zondag kan het in het zuiden van het land wel weer tropisch worden met 30 graden. En tot die tijd blijft het gewoon zonnig en droog, met later dus iets oplopende temperaturen.